Voor de ramen van deze kledingwinkel in de Britse hoofdstad Londen hangen grote doeken. Het spijt ons voor de etalages. We richten ze opnieuw in, staat erop. Het heeft te maken met Banksy. Banksy is wereldberoemd geworden met zijn graffiti-kunst op muren en schilderijen. Wat zijn echte naam is en hoe die eruit ziet, weten maar heel weinig mensen. Banksy wil anoniem blijven. Toch heeft hij veel bekende kunstwerken gemaakt. Modemerk Guess heeft een paar van die werken nu op kleding laten drukken. En Banksy is daar boos over. Hij zegt dat het bedrijf nooit om toestemming gevraagd heeft om zijn kunst te gebruiken. Daarom plaatst hij dit bericht op Insta. Winkeldieven opgelet. Ga naar de Guess-winkel in Londen. Ze hebben mijn kunstwerken gepakt zonder toestemming. Dus dan mogen jullie hun kleding toch ook pakken zonder toestemming? Online wordt het bericht veel gedeeld. Did anyone else see this from Banksy? Guys, Banksy is pissed. De winkel is voor de zekerheid tijdelijk gesloten. Waarschijnlijk uit angst dat er echt dieven komen. Er is strengere beveiliging en de ramen zijn dus afgeplakt. Het modemerk heeft nog niet gereageerd. Op hun website staat dat ze met Banksy samenwerken. Sommige mensen denken daarom dat het een reclamestunt is. Weer anderen zeggen dat kledingmerk Guess er gewoon niet goed over heeft nagedacht. Just ask for permission. Like, it's just that simple.